Langenboom is een klein dorp in Oost-Brabant met ruim 2200 inwoners. Zo op het eerste gezicht lijkt hier niet zoveel te beleven. En de enige kroeg dreigt ook nog te verdwijnen. Maar schijn bedriegt, hier hebben de bewoners de handen ineengeslagen. Eigen Kweek is een stichting een paar jaar geleden met met 7 mensen of zo opgericht. En ons doel is om het goed te doen voor Langenboom. De bewoners van Langenboom zijn gezamenlijk groene energie gaan inkopen en sloten daarmee een goede deal. Toen besloot een van de bewoners zijn schuren gratis beschikbaar te stellen. Resultaat 700 zonnepanelen. We zijn klein, maar we kennen elkaar goed. En dat betekent eigenlijk dat we snel dingen kunnen beslissen. Het gezamenlijk inkopen en zelf voor de energie zorgen levert het dorp geld op. Inmiddels zit er 35.000 euro in de dorpspot, bedoeld om samen dingen te kunnen realiseren. Zoals bijvoorbeeld een oplossing voor die verdwijnende kroeg. Voor ons was die duurzaamheid en die zonnepanelen wel een middel om de pot te spekken. Want die zonnepanelen zijn hartstikke goed voor het klimaat. Maar Eigen Kweek is opgericht om het blijfklimaat van de Langenbomers te bevorderen. Per ongeluk duurzaam dus. 10% van de huizen in Langenboom is zelfvoorzienend. In grotere gemeentes ligt het vaak wel even anders. Zo heeft Waalwijk nog maar 3% van haar klimaatambities voor elkaar. In een piepklein dorp gaat het vaak beter. Zo signaleert ook onderzoeksinstituut Brabant Kennis. Het platteland is niet alleen maar kommer en kwel en achteruitgang. Nee, er zit ook heel veel. Het is ook een broedplaats voor innovatie. En zeker als je kijkt op het gebied van duurzame energie. Maar ook als je kijkt naar hoe de landbouw aan het veranderen is. Daar gebeurt zo enorm veel. Het is goed dat we daar ook in de stad een beetje naar kijken en ook voor hebben. En van elkaar leren eigenlijk. Het dorp Langenboom ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. We zijn goed bezig, denk ik. Het is doorzetten, douwen om die doelen te bereiken. Dat is het allerbelangrijkste.